Suriname heeft voldoende land om genoeg voedsel te telen voor de rest van de wereld. Om deze sector tot ontwikkeling te brengen, kunnen we volgens president Chandrika Prasad Santokhi investeerders van Dubai aantrekken om die food processing industrie op te zetten. De president gaf kort na zijn aankomst afgelopen zaterdag op de Johan Adolf Luchthaven aan wat de mogelijkheden voor Suriname kunnen zijn om met investeerders van de Verenigde Arabische Emiraten in zee te gaan. Het staatshoofd bevond zich samen met de First Lady en de ministeriële delegatie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar de Dubai World Expo 2020 gaande is. Bij deze gelegenheid heeft Santokhi met potentiële investeerders gesproken die Suriname kunnen helpen zich verder te ontwikkelen. Zo gaf hij aan dat de Verenigde Arabische Emiraten een land is met moderne ontwikkelingen en technologieën. Het land heeft genoeg ervaring om de agro-industrie van Suriname tot ontwikkeling te brengen. En ze zijn een land waar men ziet, men heeft een ministerie van voedselveiligheid, dus men moet zorg dragen dat ook vanwege de klimatologische omstandigheden, dat volk en die miljarden toeristen die daar komen op jaarbasis voedsel hebben. Kijk hier Suriname, met zoveel mogelijkheden voor voedsel. Nou, dat is waar je direct moet oppakken, hun aantrekken om hun agro-industrie op te zetten, om die food processing industrie op te zetten, om hier die kassen te gaan opzetten, zodat er voedselzekerheid is, want we hebben voldoende land, we hebben voldoende capaciteit om voedsel voor de rest van de wereld te gaan telen met de moderne technologie. Santokhi zegt dat Suriname kan steunen op de kracht van de ontwikkeling van de Verenigde Arabische Emiraten. Het land is 50 jaar onafhankelijk en heeft zich kunnen opwerken tot een wereldstaat zonder de kracht van goud, hout, zoetwater, bos en olie en gassen. En misschien gaan wij geen tweede Dubai worden, maar we kunnen wel de kracht, de sterke kanten van Dubai gebruiken om ons land te gaan ontwikkelen. Alleen moeten we wel één ding zeggen. De Maya Rokodape. Het land verrijst niet automatisch daar als een grote land in de wereld. De Maya Rokodape. En dat moet hier ook gebeuren. Wij moeten ook gaan werken en niet klagen. Werken. We hebben altijd een goede samenwerking gehad, maar nu heeft het een diepgang gekregen. Nu gaan we het naar een hoger niveau, nu gaan we het naar een breder niveau. Inderdaad, we gaan nu diepgang geven. Maar aan de andere kant willen we niet alleen op regeringsniveau samenwerking. De bedoeling is namelijk dat we daar ook een economische unit gaan moeten opzetten. Dus we moeten rekening houden dat jouw diplomatieke instelling die je daar gaat plaatsen functioneel moet zijn. En wij denken op dit moment aan een handelsunit. De handelsunit is nodig volgens president Santokhi om investeerders aan te trekken voor Suriname. Om de samenwerking tussen beide landen te versterken, gaat er volgens het staatshoofd spoedig een missie naar de Verenigde Arabische Emiraten. President Santokhi wil dat de gemeenschap gaat begrijpen dat deze investeringen bedoeld zijn om Suriname verder te ontwikkelen. De 900.000 Amerikaanse dollar die is vrijgemaakt voor de deelname van Suriname aan de Wereldexpo zal volgens hem gebruikt kunnen worden om de armoede te bestrijden. Echter wordt het land niet op deze manier ontwikkeld.